Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Zoals ik al beloofd, zou ik bij de kerstboom zitten en een kerstlook opnemen. Dus dat gaan we vandaag doen. Ik heb de basis al wel gedaan, dus we gaan ons concentreren op de ogen. De basis heb ik gewoon heel simpel gehouden. En als je denkt, misschien zit er ergens nog een glitter links of rechts. Ik heb gisteren dus de kerstboom opgetuigd en de kinderen hebben een glitterknutsel gemaakt. En glitters all over the place. Maar goed, ik heb dus de basis al gedaan. Dus we gaan eens focussen op de ogen. Ook daar heb ik al de basis aangebracht. Eigenlijk gewoon een beetje met concealer. Meestal doe ik wel een oogschaduwbasis, maar die kon ik niet vinden. En een concealer werkt eigenlijk net zo goed. En van tevoren krul ik altijd mijn wimpers. Ik weet niet waarom er ineens een hele klas kinderen moet gaan gillen buiten. Met toeters. Neem wel nog een vuvuzela bij. Ze moeten om lachen, want ik heb net de vaatwasser uitgedaan die me te veel herrie maakt. En nu staat er een hele klas kinderen. Nou, excuses daarvoor. Superleuk. Ik wilde een niet al te dure look maken. Ik overweeg om nog een super budget look gewoon voor de kerstvakantie te maken. In zijn meer als je hem wat meer toned down wil hebben. Nu gaan we wel echt voor feestelijk. Maar ik heb voor een Zoeva Zoeva palet gekozen, want dat zijn ja, goed geprijsde artikelen en het is natuurlijk ook wel leuk voor de glam. Dit is het Coca Blend palet. En ja, deze heeft gewoon hele mooie kleurtjes die ik wel geschikt vond voor een kerstdoek. En ik ga beginnen met een basiskleur in mijn crease en dat is deze. Die heet Substitute for Love. En deze kleuren denk ik altijd van, oh, ze zijn best wel licht. En als je ze dan opsmeert, denk je, nou, misschien toch niet. Ik gebruik MAC 217. Ik moest er heel lang nadenken over het nummer. En daarmee maak ik gewoon eventjes de basis in mijn arcadeboog. En dit is wel zeg maar echt een feestdagenlook. Tenminste, ik zou dit niet elke dag dragen. Maar ik vond het wel leuk om... ja, we weten nog niet zo goed. Ik ben heel benieuwd. Ik vrees namelijk dat er nieuwe maatregelen gaan komen. Ja, als jullie dit ziet, weten we dat al. Maar... ik weet het op dit moment nog niet, want ik weet wel dat ze hebben nu aangekondigd, waarschijnlijk nu al na het weekend, een extra maatregelenpakket te tonen. Dus dat voorspelt niet veel goeds, maar zoals het er nu nog naar uitziet, kunnen we nog met mijn ouders en mijn oom eten. En de andere familie is nog een beetje onduidelijk, omdat we daar met meer mensen zitten, dus moeten we even gaan verdelen. Maar ja, voor de avond ga ik wel voor een beetje glam. Dan pak ik nu dit Real Techniques kwastje. En dit is de Shading Brush. En daarmee ga ik in een donkerdere kleur. Dit is nou donker, heel donker. Dit is, heet Beans Are White. En dat is een bijna zwarte kleur. En die ga ik mee langs mijn wimperrand. En dat hoeft niet netjes. Ik doe er niet heel veel van op. Het hoeft niet netjes. Ik doe het een beetje in ronddraaiende beweging. Ga ik een beetje smoky maken. En het donkerste doe ik bij de uiteinde. En dan naar binnen toe werk ik het een beetje uit. Maar het is, dit moet je gewoon een paar keer opnieuw in de kleur gaan. En dan zet je het weer even wat zwaarder aan. En dan vervaag je het weer naar de binnenkant toe. Dus eigenlijk dat je ooghoek het donkerst is. En ik werk dus eigenlijk normaal nooit met hele donkere kleuren. Maar ik vind het altijd voor die feestdagen... ja, wel lekker glam. En dit hoeft nog niet super netjes, want we gaan nog lekker blenden met andere kleuren. En nu ik echt het donker heb aangezet, gaan we wat warmer maken met Freshly Toasted. Echt een beetje een roestbruine kleur. En dat doe ik eigenlijk ook in mijn kaderboog, maar dan eigenlijk net iets lager dan dat ik die... overgangskleur heb ingezet. Dus ik doe hem eigenlijk tussen het zwarte en het lichtbruine. En daarom hoef je dus die zwarte kleur eigenlijk niet zo heel goed te blenden, omdat je dat automatisch met deze kleur gaat doen. Om het een beetje fris te houden, zet ik wel altijd een lichte kleur in mijn binnenste ooghoek. En dat is in deze Bitter Start. Dat is gewoon de lichtste kleur. Ik heb er ook bewust voor gekozen om één palet te gebruiken voor mijn ogen. Zelf gebruik ik ook heel vaak paletjes door elkaar. Maar ik dacht, dan is het zo lastig om het zelf ook te doen. Je kunt natuurlijk wel met verschillende paletjes van jezelf dit namaken. Maar ik dacht, ik hou het eventjes bij één. Voor de
voor het gemak voor jullie. Dan pak ik een heel oud smudgerkwastje van Sephora. Ik zou zeggen, pak iets wat erop lijkt. En dan ga ik eigenlijk hetzelfde doen boven mijn oog als onder mijn oog. Dus ik begin met die Substitute for Love. Alleen dan natuurlijk veel subtieler. En die breng ik aan tot zeg maar waar mijn pupil zit. En dan ga ik dus weer in die Beans Are White. En die doe ik iets minder ver doortrekken. En ook dan weer met de roesbruine kleur. En dit vind ik altijd een hele tricky kleur. Zeker bij je onderste wimperrand. Dat het er ook uit kan zien alsof je nachten niet geslapen hebt. Dus ik moet altijd een beetje opletten. Dan trek ik het een klein beetje door. Zodat je een soort van wing krijgt. En dat trek ik dan weer richting mijn bovenste wimperrand door. En dat doe ik dan nog een klein beetje extra met die donkerste kleur benadrukken. Ik heb zelf hooded eyes, dus dat betekent dat zeg maar dit een beetje naar beneden staat. Dus als ik een echte wing maak, vind ik het nooit heel natuurlijk staan. Je hebt heel veel tutorials trouwens hoor, voor wings met hooded eyes. Maar ik moest toch altijd een beetje een clown. Maar zo'n heel klein beetje subtiel effect vind ik dan wel mooi. In ieder geval een beetje naar boven lijkt te trekken. En ik vervaag dit eerst een beetje met dat kleine kwastje van Real Techniques. En dan pak ik daarna weer mijn Sephora, of mijn Sephora, mijn MAC kwastje. En nu is het een hele basic matte, nu is het een matte look, maar ik vind het wel leuk voor de kerst een beetje glans. Dus ik ga in Warm Notes, en dat is een best wel heftige roze-rode glanskleur, maar wel heel erg kerstig. Deze van Morphe, gewoon een platte oogschaduwkwast. Dit is de M422. En dat breng ik subtiel aan op de kwast. En dan in het midden van mijn oog. En dan als een soort stipje. En dan tot waar mijn wenkbrauw of mijn bot begint, zeg maar. Dus tot waar mijn arcadeboog zit. En dat geeft net eventjes dat extra feestelijke effect. En dan als laatste, om het nog net even een beetje donkerder te maken. Ik werk expres niet met oogpotlood, zo om het wel zacht te houden. Maar ga ik nog even met dat smudgerkwastje van Sephora in die donkerste kleur. En daarmee ga ik nog even langs mijn wimperrand. Dan is het tijd voor mascara. En daarvoor gebruik ik de Lash Paradise van L'Oreal als eerste. En nog een tipje, mocht je nou knoeien met je mascara, dan kun je er altijd even overheen gaan met je blendingkwast. Ik heb nu niet geknoeid, maar je kunt dan nog eventjes het wegvegen met je blendingkwast, dan zie je er niks meer van. En ik ga hier overheen met een laagje Lash Sensational van Maybelline. En dit is de waterproof variant, zo blijft het gewoon de hele avond goed zitten. En let dan vooral ook op de puntjes, want dat is in ieder geval, ik heb lange wimpers, dus bij mij raken ze dan vaak mijn arcadeboog. Aan en dan krijg je daar zo'n zwarte streep. En met waterproof mascara gebeurt dat niet. Onderwimpers doe ik eigenlijk nooit, maar voor de feestelijk doen we dat natuurlijk ook. Maar ik doe dat wel altijd subtiel, omdat ik ook lange onderwimpers heb. Maar ik vind het niet mooi als het te lang is. En dan wilde ik het natuurlijk nog wel even afmaken. Ik heb al, dus wat ik zei, de basis gedaan. Maar voor net dat beetje extra nog een beetje van Bobbi Brown Shimmer Brick. En dit is de kleur Nectar. Dat is een hele mooie, ja, een beetje perzikkleur. Waar is mijn blushkwast? En dit is de Zoeva Luxe Sheer Cheeks. Trouwens sowieso een fijn merk voor mooie basiskwasten.
En dit kun je gewoon kopen bij Douglas trouwens. Ik ben niet gesponsord. Was maar zo'n feest. Maar wacht, ik leg het nog even uit. En als laatste. Ik ben niet zo van de lippen. Dus als ik al iets doe is het heel natuurlijk. En dit is de Estee Lauder Pure Color Envy in de kleur 120 Desirable. En het is een hele natuurlijk. Ik vind ook zeker als je al heftige ogen hebt. Moet je het niet gekker maken dan nodig. En dit is een hele mooie nude kleur. En dan als laatste wenkbrauwgel. En ik eindig trouwens altijd met een fixing spray. Ja, die heb ik hier niet liggen. Maar dat is wel altijd hoe ik mijn make-up afmaak. En ik gebruik gewoon die van de Ethos. Een klein beetje extra glow. De MAC Soft & Gentle Mineralized Skin Finish. En dat doe ik ook een klein beetje nog in die binnenste ooghoekjes. En dan zit mijn kerstlook voor 2020. Een hele warme look. Een beetje intenser dan normaal. Ik hoop dat jullie het leuk vinden, deze look. En laat vooral ook weten of jij ook voor wat zwaardere make-up gaat met de kerst. Of dat je juist bijvoorbeeld voor een rode lip gaat en naturelle ogen. Let me know, ben ik heel benieuwd naar. En als je het leuk vindt om bijvoorbeeld een budget look te zien, doe dan even een duimpje omhoog. Want dan ga ik dat doen en dan doe ik gewoon misschien wel de full face. Misschien alleen maar budget ogen. Let me know. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie heel graag heel snel. En alvast een hele fijne kerst. Doeg!